jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een B or Nee video voor jullie. Het is echt een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan. Maar ik heb weer iets met de lippen. Volgens mij heb ik nu echt tot nu toe alleen maar B or Nee video's gemaakt met lipproducten of lipsmakers en zo. Maar dat maakt helemaal vast niks uit voor jullie. Want ik heb namelijk bij de Action 3 lipsmakers gezien. En dat zijn deze 3 lipsmakers. En ik dacht, hey, dit is gewoon weer leuk voor een B&N video. Nou, als eerste hebben we een Mentos. Mentos Strawberry. Dan hebben we een normale Mentos, mint. En dan hebben we nog Pepsi Cherry. En ik dacht, oké, dit heb ik letterlijk echt nog nooit gezien. Dus, nou ja, deze. En nog even een disclaimer. Ik spaar deze dingen niet ofzo. Ik doe het gewoon echt ook voor jullie. B&N video's. En deze waren volgens mij 90 cent per stuk. En ik weet niet of deze er nu nog zijn. Ik heb deze letterlijk 2 dagen geleden nog gekocht. Dus het is denk ik voor jullie nu ongeveer 3-4 dagen geleden. Dus misschien is hier nog wel. Dus nou ja, ik ga ze gewoon maar uittesten. Dus ja, laten we beginnen. Oké, nou als allereerste ga ik deze doen, de Pepsi. Want die ben ik echt heel erg benieuwd naar. Het is wel een leuke verpakking ook. Voor de verpakking geef ik denk ik een 8 of zo. Want ik vind het wel een leuke verpakking. Maar ik wist helemaal niet dat Pepsi een wild cherry had. Zeg maar een cherry drankje. Hebben ze dat? Of hoort het gewoon puur hierbij of zo? Ik heb echt geen idee. Oké, nou zo zit hij hier. Zeg maar uit. En nou ja, zeg maar met de verpakking bedoel ik de lipsmaker zelf en dit eromheen. Oh wow! Als je het openmaakt, zie je dat het oranje is. Oh, dat had ik niet verwacht. Oh, hij ruikt wel lekker. Op je lippen ook wel. Op je lippen ruikt het, of smaakt het, moet ik ook wel zeggen, wel lekkerder dan als je het zeg maar zo ruikt. Nee, je ziet geen kleurtje. Oh nee. Nou, dat is gevallen. Ik moet zeggen, hij smaakt wel een beetje naar de Coca-Cola Cherry Lipsmacker. Maar ik weet niet meer helemaal precies, omdat ik die allemaal weg heb gegooid en kwijt ben. En ja, dat weet ik niet meer erg goed. Ik ben echt zo goed hierin, zeg. Oké, nou, dan gaan we door naar de volgende. Ja, dat is deze Mentos Mint lippenbalsem. Oh ja, trouwens, voor deze ik geef het een 8, denk ik. Omdat ik het wel erg lekker vind. Ja, ik ben ook echt benieuwd naar deze Mentos lipsmakers. Oh, gut. Moet ik het ook nog open krijgen? Ik ben heel goed voorbereid altijd. Oké, ik heb hem open. En voor deze verpakking geef ik hem een 6. Want ik vind het een beetje, ja, een saaier. Ja, op zich, je kan het wel heel goed aan herkennen. Ja, het is wit. Dat is wel logisch. Ik denk dat dit echt heel erg sterke geur heeft. Oh, eigenlijk helemaal niet. Ja, je ruikt het niet echt zo goed eigenlijk. Ik ga het even op mijn lippen doen. Oké, ik ga het even op mijn lippen doen en kijken of ik dan wel wat smaak of proef. Oké, hier proef je al wel wat meer. Ik herken het. Ja, je proeft niet echt de mint smaak of zo. Maar het is niet vies of zo. Maar ik vind het ook niet echt dat ik denk, oké, deze ga ik vet vaak opdoen. Ik doe nooit lipsmakers op, maar oké. Ja, nee. Ja, ik geef het een 5. Ik vind het niks. Je proeft het gewoon niet. En op zich, ik had hier wel wat meer van verwacht. Maar ik had niet verwacht dat hij echt super goed zou zijn of zo. Dus ik denk een 5, want ja, ik vind het nou niet echt lekker of zo. Deze is een B. De Pepsi Wild Cherry. En dit is een nee. Ik dep op mijn lippen, anders gaan mijn lip lekker afroggelen. Oké, en dan gaan we naar de laatste. En dat is deze. Mentos Strawberry, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Ik hoop dat deze wel lekker is, want de verpakking vind ik wel leuk uitzien. Ik denk dat ik de verpakking, ja, 7,5 geef.
Ik vind het er wel vrolijk uitzien. Ik laat letterlijk alles vallen. Ik heb nu ook het dopje van een lipsmaker laten vallen. Oké, nou. Oh, ja. Ik dacht al wel dat het zo'n kleurtje zou zijn. Een beetje roze. Oh ja, dit ruikt lekker. Dit ruikt naar dat zo'n best wel grote rol. Met van dat kauwgom erin. Wat je zo, een soort van Amerikaans-achtige kauwgom. Ja, ik vind het lekker ruiken hoor. Ja. Deze hou ik op. Want dit is echt een hele lekkere. Ja, ik hou ervan. Het is ook wel een beetje strawberry, ja. Deze is op zich... Ja, ik vind dit wel een B. Ik geef deze een 8 ook, want hij is wel heel erg lekker. Deze is zeker niet verkeerd. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 50 likes. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ja, druk ook eventjes op het belletje naast de abonneerknop. Dan mis je geen één video. Als ik een nieuwe video plaats, dan kan je misschien wel de eerste zijn die mijn video kijkt. Dat is super leuk. En deel deze video ook nog met je vrienden, familie en kennissen. Die het wel leuk zouden vinden om mijn hoofd te zien op YouTube. En dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei doeg!